steden veranderen. Dat gebeurt overal en daar is niet zo, nou ja, je kan zeggen, daar is niet zoveel bijzonders aan. Maar voor Rotterdam zijn die veranderingen altijd wel erg specifiek en ook schoksgewijs gegaan door de historie heen. En ook nu staan we weer voor een grote verandering. Ik zal in mijn verhaal begin ik om even iets van die context van hoe zijn we hier nou gekomen door de jaren heen. Daar zal ik mee beginnen. Vervolgens zoom ik iets meer in op de context van de 7 stadsprojecten. En vervolgens gaan we natuurlijk over die projecten zelf. Want daar zitten we hier natuurlijk allemaal voor. Wat je ziet aan die havensteden, dat die natuurlijk altijd al een geweldige connectie vormen. Bij Rotterdam is dat natuurlijk heel specifiek. Aan de ene kant met eigenlijk het achterland Europa. En aan de andere kant natuurlijk de relatie met de wereld. Dus die rivier die brengt meer dan boten en handel, lucht in die stad. Het brengt ook zeker een wijdere blik. En dat is ook iets wat in het DNA van de Rotterdammer zit. De meeste veranderingen zijn heel lang in Rotterdam eigenlijk gepaard gegaan met de ontwikkeling van de haven. Je ziet hier even in een aantal stappen van hoe in zo'n 150 jaar die haven steeds een invloed heeft gehad op de veranderingen van de stad. Er werden havengebieden, gronden werden ontgonnen voor haventerreinen, kwamen grote infrastructurele ingrepen bij en daarmee... En dan kwamen er woningen voor de mensen die daar werkten. Ik zeg het wat simpel, maar in principe was het heel erg haven georiënteerd. En het mooie was wel dat ook dat hele stedelijke leven, dat kwam ook echt samen op die plek waar de handel was, waar je de rivier zag, waar je de boten zag. Maar daar waren ook de cafés, daar ontmoette je elkaar, je werd er verliefd. Dronken, soms alle twee. Dat gebeurde allemaal in een klein gebied rondom die stad Rotterdam en de rivier. Ik schetste net al dat het over zo'n 150 jaar havenstad gaat. Dat is een vrij lange periode. En daar kwam plots wel een hele grote shock met het bombardement en de branden die de dagen daarna in de stad woedden. Wat hielden we over? Een binnenstad, die was er niet meer. En we kregen volgens het plan van Tra, wat u hier op deze rechterkant ziet, kregen we een nieuwe, moderne binnenstad. En wat betekende dat? Dat betekende grote, lange boulevards, brede boulevards om goed bereikbaar te zijn. Kantoren, werkgelegenheid en voorzieningen en winkels en dergelijke. Maar niet zoveel wonen, want in die tijd vonden we dat heel ongezond om dat op elkaar te koppelen. Dus het wonen vond veel meer plaats in de gebieden eromheen. Met die wederopbouw zijn we, en dat hebben veel mensen volgens mij niet gerealiseerd, tot 1995 bezig geweest om dat te volmaken. Op dat hele gebied rond die binnenstad. En ondertussen gingen we ook in de rest van de stad nog door. Met het opknappen van de bestaande voorraad in de stadsvernieuwing. En met weer een haventerrein, een havengerelateerde ontwikkeling zou je kunnen zeggen. Een terrein wat niet meer nodig was voor de haven, omdat de haven verder naar de zee trof. Kwam de sprong over de rivier van de stad met de ontwikkeling van de Kop van Zuid. Zo hadden we uiteindelijk begin 2000 een geweldige binnenstad met heel veel werken, kantoren, heel weinig woningen, sterke economie, grote economische clusters als het Erasmus ziekenhuis en de universiteit. Maar tegelijkertijd in diezelfde periode kwam natuurlijk ook de invasie van de auto in de stad. En omdat wij natuurlijk zo'n goed bereikbare binnenstad hadden met enorme boulevards, drukte dat wel een stempel op de stad. Je moet je voorstellen een binnenstad met veel werkgelegenheid, met veel voorzieningen, weinig woningen en brede boulevards. Om 6-7 uur 's avonds, en vergis u niet, in 2008 hebben we dat nog geteld, viel de koolsingel gewoon stil. Daar waren geen mensen meer die overstaken. En als je dan ziet wat je hebt... Denk, ja, goed bereikbaar, maar is dit nou de kwaliteit die we met z'n allen willen? Dat heeft ertoe geleid dat wij weer een volgende verandering ingingen in 2008 met het begrip City Lounge. We wilden verblijven, we wilden het ontmoeten, want daar zijn steden natuurlijk voor. Wat je vroeger op die kades deed, die sfeer wil je natuurlijk weer terugbrengen om een aantrekkelijke stad te zijn. We hebben hulp ingeroepen van het Gale Office in Kopenhagen. En die hadden ook wel aangetoond door de jaren heen, en hier ziet u een aantal
kaartjes daarover, dat op het moment dat je een straat in een binnenstad aantrekkelijker maakt, ruimte geeft voor ontmoeten, autoluw maakt of autovrij en dat uitbreidt, in diezelfde tijd gaan de hoeveelheid bezoekers, die gaan enorm omhoog. Er komen echt veel. En wat belangrijk is, de verblijfstijd is ook veel langer dat mensen in die stad blijven. Dus in feite draagt dat begrip City Lounge ook heel erg bij aan je stedelijke economie. Het begrip gastvrijheid was iets wat echt geïntroduceerd moest worden in Rotterdam. We hadden natuurlijk, we hadden ontzettend dichte terrassen. Je wist niet wie er zat, dus we wilden een open terrassencultuur. Je wilde goed kunnen zitten. En we hadden altijd het mooie voorbeeld van de verbouwing van de parkeergarage bij het Museumpark. Wat een enorme bouwpunt is, heel veel verkeer wat daar overheen gaat. Maar ondertussen ook een belangrijke route naar de scholen toe. Elke ochtend stond daar deze man die iedereen groette, die iedereen bekende, die kinderen dingen toeriep en maakte die, want dat gaat dan over 4, 5 jaar zo'n periode, dus de hele schooltijd van die kinderen, stond hij daar om ze te begroeten en maakte ook die bouwput tot iets aantrekkelijks. Ik ga even snel door een aantal beelden zoals we in deze 8 jaar, dus dat is wel om aan te geven hoe snel die veranderingen gaan door de stad, in de binnenstad die verandering teweeg hebben gebracht. De meent, ruimte voor de voetganger, ruimte om te zitten, ruimte om mensen tegen te komen, te blijven staan. Entree van het Centraal Station, natuurlijk een geweldige rode loper de stad in. Maar ook de kades, verworden tot plekken waar je auto parkeerde, zijn die aangepakt langzamerhand, stapje bij beetje, tot plekken waar je weer het contact met de rivier hebt, waar je kunt joggen, waar je kunt ontmoeten. En het mooie is wat je hier natuurlijk ook ziet, dat venster wat we eerst steeds op de rivier hadden, een venster op de haven, het is hersteld. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook het venster van de stad op twee oevers geworden. En nu? Nu staan we weer voor grote veranderingen. Ze zijn al aan de gang. En ook deze zullen de komende 10 jaar Rotterdam veranderen. Het eerste hebben we natuurlijk die 50.000 woningen. Echt heel veel mensen die zoeken naar een woning in de stad. En dat brengt natuurlijk allerlei voorzieningen met zich mee. Instellingen, er moeten scholen komen, er moet werkgelegenheid ruimte voor geven. Maar er moet ook nog steeds gesport kunnen worden. Groen, ruimte om te sporten. En daarnaast zijn er natuurlijk heel veel transities. En op die transities wil ik wel ingaan om te laten zien dat het was het aanvankelijk vooral de haven en een economische transitie die de stad heeft gestuurd, dat dit nu veel breder is. We hebben natuurlijk de veranderende mobiliteit. Dus het bezit van auto's en het gebruik van auto's neemt af. En die fiets die gaat exponentieel. We hebben fietsfiles 's ochtends, als we weer allemaal weer ook naar ons werk kunnen fietsen. Maar ook het type fiets, deelfietsen, andere vormen van fietsen, fietsen met een grotere snelheid. We hebben een opgave voor de natuurontwikkeling, biodiversiteit. Het moet echt veel groter. We hebben natuurlijk te maken met het klimaat. In de zomerse dagen, warme dagen die veel langer over het hele jaar door voorkomen, die geven te veel hitte, het begrip hittestress in de stad. En tegelijkertijd wordt de stad ook te nat bij de heftige buien. Ouderen blijven langer thuis, dus dat vraagt ook om voorzieningen dichter bij huis. We hebben een energietransitie. Meer behoefte aan festivals en evenementen. En heel, heel belangrijk, we zijn nog steeds niet de gezondste stad van Nederland. We doen het heel goed met onze CO2-level. Daar hebben we al de Europese norm. Stikstof komen daar bijna. Maar we willen natuurlijk naar die wereldnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de onderzoeken komt Rotterdam op dit moment op de 19e plek qua gezondheid. Al deze opgaven tezamen hebben ertoe geleid dat het in het voorjaar van 2019 het stadsbestuur de opdracht gaf om te onderzoeken of bij een aantal bestaande projecten in de stad, die al dus echt in werking waren, om te kijken van kunnen jullie nou veel van deze opgaven die wij nu tegemoet zien, kan je die nu bij elkaar brengen en kan je daar een doorbraak in bereiken? Kan je daar echt een betere antwoord geven op al die vragen die we hebben? En zo zijn we eigenlijk op die projecten gekomen. En dat kan ik u nog wel even
verder uitleggen. Bijvoorbeeld bij dit rechterplaatje. Dit is die woningopgave waar ik het net over had, van die 50.000 woningen. Veel van die woningen komen in de noord-zuidas van de stad. Dat is nou ook net de plek, dat we op dit kaartje zien, waar eigenlijk het minste groen, en dat is in rood en geel, per bewoner in hun directe woonomgeving is. Het is ook een zone waar we een grote opgave hebben voor het waterbufferen bij die heftige buien. En ook niet verwonderlijk, het is ook de zone waar we last hebben van hittestress. Dat heeft ervoor gezorgd dat die 7 projecten die eigenlijk als een centrale groene as door de stad liggen, tezamen voor de verandering in Rotterdam gaan zorgen. En je ziet ze hier van noord tot zuid en ik zal nu dadelijk deze projecten toelichten. Maar je ziet eigenlijk dat vanaf het San Franciscus ziekenhuis over de brug naar richting Rijnhaven, Maashaven, Zuidplein en hier Feyenoord City, er ineens een hele centrale groene ruimte binnen de stad ontstaat. Alexander vormt daar een uitzondering in, maar dat is ook wel gelijk een van onze grootste vervoersplekken en centra, zegt een subcentra in de stad. Alexander die staat de komende jaren voor een opgave waar ook de binnenstad 10 jaar geleden voor stond. Er zijn goede winkelvoorzieningen, er is een goede kantorenlocaties, maar het is wel wat verouderd. En er zijn veel te weinig woningen in dit toch enorme groene deelgebied van Rotterdam. Daar ligt echt een opgave om dat gebied veel aantrekkelijker te maken. Want je moet bedenken dat mensen komen er, maar ze gaan ook als ze gedaan hebben wat ze moesten doen, zijn ze weg. Want er is niks om te verblijven. Er ligt 80% van de verharding is asfalt. Dus we beginnen nu met de eerste stap om Alexander, het Alexanderplein op te pakken. Het begin van een lange ontwikkeling van het hele gebied. En op deze kaart kan je zien dat bij het aankomstplein, zou je kunnen zeggen, van Alexander, met de spoorwegen, het NS-station wat net is opgeknapt, met het metropunt, we ineens van die grijze ruimte die je net zag, het is eigenlijk het blauwe plein heet dat, een aantrekkelijk plein gaan maken met groenvakken, met ruimte voor festivals, met ruimte voor spelen. En vooral ook ruimte in de plinten waar ondernemers hun restaurants of hun andere bedrijfjes kunnen gaan ontwikkelen. Waarmee er natuurlijk veel meer aanleiding is in plaats van dat je Alexander even naar de winkel gaat en gauw eruit. Hier even blijft hangen en mensen kunt ontmoeten die in dit gebied wonen. Je ziet hier op deze plaatjes het speelelement wat verder op het plein. En ook dicht bij de aankomst op die muur van de parkeergarage de mogelijkheden om daar een mooi beeldscherm te maken waar we films en dergelijke kunnen zien. De Hofbogen. Ik zei het net al, het begint bij het Sint Franciscus ziekenhuis. En als we uiteindelijk die brug over de A20 hebben, krijgen we daar een 2 kilometer lange route de stad in, tot aan het Hofplein. En het mooie van die route, want het dak, zoals je net zag, is 6 meter breed. Kunnen we heel goed vergroenen, kunnen we heel veel mooie plekken maken. Maar daar willen we wel meer van maken. Want het zijn wel de meest stenige wijken van de stad waar deze route doorheen loopt. En doordat we hele slimme trappen maken, aansluitingen met liften en dergelijke. Maar juist verbindingen maken met de aanliggende pleinen en de groengebieden. Hè, hier is de Noordsingel. Krijg je hier natuurlijk veel meer dan dat 6 meter lange dak. Krijg je een veel breder gebied waar het groen wordt, aantrekkelijk verblijven en waar je vooral ook verschillende dingen kunt doen. Nou, het mooie is dat we dus niet alleen het dak, daar is de gemeente aan zet, maar natuurlijk het gebouw zelf is door Dudok aangekocht. En Dudok is ook heel druk bezig om juist de ruimtes daaronder nog aantrekkelijker te maken, verder te ontwikkelen. En juist ook op dat straatniveau kunnen er veel ingrepen plaatsvinden met meer vergroening, met ruimte voor terrassen, met allerlei mogelijkheden, waardoor dit hele gebied natuurlijk een enorme impuls voor de omgeving zal betekenen. Maar het is niet alleen voor de bewoners. Het is voor alle Rotterdammers. Het wordt natuurlijk onze eigen Rotterdamse highline. En er zullen ook toeristen komen. Maar we zullen er wel voor zorgen dat het van ons allemaal blijft. De Groene Long.
Als je misschien aan het begin de plaatjes zag, denk je van, hé, ik zie er toch 8. En jullie hebben het steeds over die 7 stadsprojecten. Hoe zit dat nou? Nou, dat is vrij simpel, kan ik zeggen. Die groene long gaat over die groene as door die binnenstad. En die bestaat uit Hofplein, de Koolsingel en de Westblaak. Koolsingel zijn we natuurlijk al mee aan de gang. En als het goed is, komt die het komende jaar, zal die zo'n beetje afgeraken. En nu gaat het over het Hofplein en de Westblaak. Die zijn samengevoegd in deze 7 stadsprojecten. Iedereen kent natuurlijk Hofplein, hè? Die cirkel rond die vijver. Tenminste, dat denk je. Maar eigenlijk is het een hele mooie rechthoekige ruimte. En die ruimte willen we ook gaan benutten. Dit is de eerste plek in Rotterdam waar je gaat zien dat die verandering die in die mobiliteit al lang aan het plaatsvinden is, hè, waarin die auto minder wordt en waarin er meer en meer fietsers komen en voetgangers en mensen die gebruik van het OV maken, dat gaan we hier ook echt vormgeven. Dat ga je zien. En dat kunnen we doen door een brede, in grijs hier aangegeven, voetgangers breed trottoir te maken. Hier is trouwens even de Koolsingel, voor wie het plaatje niet gelijk snapt, en het Wena. En daaromheen in rood gewoon een dik vet fietspad, waar je gewoon goed rondom dat plein kunt gaan. En ook gewoon de ruimte hebt. En dat verkeer wat eerst hier zo omheen koelde en heel veel afslagen en dergelijke moest hebben, dat duwen we naar buiten. Dat kan in die rijstroken hier goed afgewikkeld worden. En dan hou je ineens een plein over wat bijna zo groot is als een voetbalveld. Er kunnen gewoon 60 bomen plaatsvinden. En dat wordt natuurlijk een plein waarin je makkelijk kunt komen en waarin je kunt verblijven. En waarin je ook het water van die fontein kunt aanraken. En niet die ene keer in die zoveel jaar dat het nu maar kan. Het kan gewoon dagelijks. En dat is hard nodig, want zowel in deze omgeving als rondom Pompenburg komen nog heel veel nieuwe stadsbewoners ook. En hier op dit plaatje krijgt u natuurlijk de impressie over wat het dan kan zijn. Het tweede deel van de Groene Long is de Westblaak. Bij de Westblaak zien we hetzelfde waar ik het net al over had, die verandering in die mobiliteit. En wat we ook zien op dit moment is dat er in de Westblaak nog veel ruimte is om woningen toe te voegen, om voorzieningen erbij te doen, scholen en dergelijke. Maar dat eigenlijk nu niet kan, omdat de geluidshinder en de luchtkwaliteit er zo slecht zijn. Nou, door het aantal rijstroken te gaan verminderen, ja, dat is altijd een beetje een technische term, maar dan ga je van 2x2 rijstroken naar 2x1, win je ruimte. Ruimte ten eerste om die woningbouw met balkonnetjes en goede faciliteiten mogelijk te maken, maar ook ruimte om de waterberging een plek te geven, om iets te doen aan die hittestress, omdat we eenmaal heel veel groen hier kunnen toevoegen met verblijfsplekken, met het beter oversteekbaar maken van die verschillende stadskwartieren. Dat kunnen we hier met die blaak gaan bereiken en dat is ook het begin van die transformatie van die boulevards rondom de binnenstad. Ziet u nog even in een diagram aangegeven wat het dan betekent voor vermindering van geluidshinder en een verbetering van de luchtkwaliteit. Schouwburgplein. Dit is genomen vanuit de hoek bij de Hartsuikerflat, bij de Schouwburg. Elke stad verdient natuurlijk een podium. En wat je heel erg merkt bij het Schouwburgplein, hè, de Rotterdammers die zijn er helemaal verliefd op of die haten het. Dat is een hele lange verhouding al. En op zich is dat helemaal niet erg. Maar wat we wel merkten, dat het plein niet zo goed begaanbaar was, niet zo goed bereikbaar was. En het moment dat wij 2 jaar geleden het grote plastic grascarpet hier neerlegden, gebeurde er iets wat echt bijzonder was. En wat we zien op meer plekken in de stad. Zelfs met kunstgras gaan mensen dat plein op en die gaan daar liggen. Die gaan naar de lucht kijken, die doen hun yoga, kijken naar de festivals die er ook veel meer en meer zijn geprogrammeerd. En dat is natuurlijk wat zo'n plein moet doen. Nu hebben we de opgave om het dak van de parkeergarage om die te renoveren. Het lekt. En ook de ontluchtingsgebouwen die aanvankelijk hier, of die hier aan deze rechterkant staan, die moeten gerenoveerd worden. Dat biedt nu kansen om dat plein toch een extra impuls te geven. En het eerste wat we daarin doen is dat we een plein maken van gevel tot gevel. En dat kunnen we doen door ook hier in te zetten op een grotere autoluwheid aan die randen van het plein, zodat die instellingen ook echt aan het plein kunnen liggen.
belangrijke ingreep die daarbij hoort, is het dichtmaken van de entree van de parkeergarage die in die hoek zat. Daarmee krijgen we natuurlijk ineens een geweldige pleinruimte erbij. Ruimte ook om echt groen, echt gras en echte bomen neer te zetten. En ruimte ook voor waterberging in die omgeving. En tegelijkertijd ook wel een oplossing om al die files van auto's die hier helemaal dwars door die stad krioelen op vrijdag en zaterdagavond, om die eigenlijk veel meer daaromheen om die stad te leiden en de entree van de parkeergarage aan het Weena te gebruiken. Nou, we krijgen daarmee een veel grotere ruimte met ook een goede plek voor fietsenstalling. Zal ik zien. En er zitten ruimte mogelijkheden om dat plein veel diverser te gaan gebruiken. Zoals ik al zei, aan het verlengde van de Karel Doormanstraat kunnen we een deel van de parkeergarage gebruiken voor een fietsenstalling. Open, goed bereikbaar en centraal in de binnenstad. Hier het beeld wat er gebeurt als je dat donkere gat van die parkeergarage weghaalt en daar een verblijfsplek van gemaakt. En hier zie je ook wat het betekent als die grote ontluchtingskokers, die heel erg een scheiding vormden tussen het plein en de randen aan deze kant, als die weggaan, dat je natuurlijk veel makkelijker die connectie krijgt. En ja, die festivals, die gaan wel terugkomen. Daar is niemand bang voor. We maken nu de sprong over de rivier. Dat doen we natuurlijk via eigenlijk die koolsingel. We gaan langs het nu wat in ontwikkeling is, het Leuvenpark. Komen we aan de overkant. En wat hier zo mooi is, ook hier zul je gaan merken dat die verandering in die mobiliteit kansen biedt om de wijken die hier achter te liggen beter te verbinden met het Rijn- en Maashavenbekken. En daar komt het dan, het Rijnhavenpark. Naast de ontwikkeling van zo'n 2500 woningen aan de randen van dat park, langs die Postumalaan, maken we hier ook een mooi stadspark. Een stadspark niet alleen voor de nieuwe bewoners of die arme mensen op de Kop van Zuid die heel weinig groen tot hun beschikking hebben, maar een stadspark voor de hele stad. En het mooie is dat natuurlijk rondom dat hele prachtige bassin, dat is echt een uniek havenbekken wat we hebben met die vijf kanten, kansen biedt om al die verschillende kanten goed aan te sluiten op de omgeving en daar ook op te reageren. Het park bestaat dan ook uit drie delen en het leuke is dat je eigenlijk een bovenloop krijgt over de kaders, langs nieuwe bebouwing, een promenade, aansluitingen krijgt naar metro's in de omgeving, maar juist ook naar die buurten. Maar daarnaast ook een benedenloop. En daar ga je natuurlijk dat getij voelen, omdat we daar werken met stijgers, met pontons. Dus die gaan mee met de anderhalve meter eb en vloed die we hebben. En waarmee het ook mogelijk wordt om gewoon met je voeten in het water te zitten, wat op veel plekken nog niet mogelijk is. Ja, we onderzoeken of hier een mogelijkheid is voor een stadstrand. Dat willen we allemaal heel graag hebben. Maar we willen het alleen maar hebben als het ook schoon is, schoon blijft en goed bruikbaar. Nou, het geeft natuurlijk heel veel kansen voor dit hele gebied om dat rondje Rijnhaven, wat je in zo'n half uur, drie kwartier loopt, ontzettend aantrekkelijk te maken langs die verschillende parkdelen. En dan de Maashaven. Maashaven is nog helemaal in gebruik van de binnenvaart en dat blijft het ook. Maar er is wel ruimte om op de kop, de aansluiting ook van de Maashaven Oostzijde, een prachtig park te maken. Een park met twee grote bomenheuvels. Ik zal het hier even op deze tekening beter uitleggen. Twee grote heuvels met daartussen een grote stadsweide. Een leuke wandeling, nat door het natte oevervegetatie, laag bij het water. Met hopelijk hier ook een uitzichtpunt met een cafeetje, want dan wordt groen natuurlijk nog veel leuker. En een speeltuin. En als klap op de vuurpijl, hier de Maassilo, die prachtig gebouw natuurlijk, historie van Rotterdam tot in het uiterste. Maar nu ontzettend slecht bereikbaar en ook niet zo prettig om daar omheen te lopen. Daar komt ruimte omheen. Er komt een plein wat mogelijkheden biedt voor evenementen en festivals, ook in relatie met die omgeving. En ook heel belangrijk is dat daarmee de ruimte komt om juist die buurten, want bedenk wel, hier zitten 20.000 woningen die heel weinig groen tot hun beschikking hebben, die krijgen dit ineens heel dicht toegankelijk bij hun, in hun buurt, op 10 minuten lopen.
En dat kan ook hier weer, hier zie je een plaatje van dat reduceren van die, al die rijstroken van die auto's, die kunnen teruggebracht worden, waarmee het groen al eigenlijk halverwege de weg begint. De metro die komt ineens, in plaats van dat de rand is, die komt in het park te liggen. En je kunt door die heuvels ook veel meer die hoogteverschillen gaan pakken. En daarmee ook het park toegankelijker maken en ook vanzelfsprekender dat je bij het water komt. Het laatste, ik hoop dat u allemaal nog erbij bent, want het is best veel wat ik hier vertel. Er komt ook zeker nog een moment dat jullie langer op al deze projecten door zullen gaan met de betrokken ontwerpers en dergelijke later deze maand. Oeverpark, Getijdenpark, Feyenoord. Er is ontzettend veel geschreven en al getoond over het stadion. Maar wat misschien wat minder bekend is, is de mogelijkheden die het geeft voor de ontwikkeling van een getijdenpark in de rivier. Het stadion heeft voor de bouw van het stadion is nodig dat we hier een strekdam aanleggen. Omdat blasbranden heet dat wel. Als een schip in de fik vliegt, dan moet je natuurlijk het stadion en vooral de mensen die erin zitten kunnen beschermen. Maar ook boten die de bocht uitvliegen, moeten natuurlijk niet daar tegen het stadion komen. En dan heeft Rotterdam, het is een Nederlandse historie, zit dat wel, maar Rotterdam wel in het bijzonder, dat altijd als er iets functioneels is, denk maar aan de rozensingels, dan doen we dat functionele, maar dan passen we daar wel een aantal, doen we daarbij eigenlijk een aantal aanpassingen en ingrepen, dat het meer is dan alleen techniek. Hier grijpen we de kans aan om die strekdam ook als een basis te laten zijn voor een reeks van eilanden in de rivier, met natuurontwikkeling en routes. En dat is niet zo gek, want we zijn natuurlijk al begonnen met het eiland van Brienenoord. Ik weet niet of u de afgelopen maanden daar bent geweest. Ik zou zeggen, ga echt kijken. Want nu al zie je wat de ingrepen zijn op het eiland van Brienenoord. Om daar de natuur en de getijdenwerking veel meer te laten zien. Dat is echt prachtig. En we kunnen dat eigenlijk doorzetten in die hele bocht van de rivier. En het aardige is daarbij ook dat we daarmee het rondje, wat wij noemen rondje stadionpark, dat is een recreatieve route, kunnen afmaken. Die route die begint zo'n beetje bij het eiland van Brienenoord, Zuiddiepje, La Kreek, Park de Twee Heuvels, via het stadionpark komt het weer terug en heb je daar een geweldig rondje van 5 kilometer. Wat natuurlijk heel erg goed bereikbaar is voor alle omwonende wijken. En je ziet wel met deze doorsneden wat zo'n strekdam bijvoorbeeld kan zijn. Dat je daarmee dus echt een hele andere relatie met het water krijgt dan dat je op de kade staat, hoog eroverheen kijkt. Hier sta je in feite midden in de rivier. Dit zijn natuurlijk grote ingrepen. Dus ook grote investeringen voor de stad. En ik denk dat veel mensen zullen denken van, ja geweldig, mooie plannen, maar kan het eigenlijk wel? En zeker in deze tijd. We zien natuurlijk hoe het groen en de openbare ruimte in de afgelopen jaren ongelooflijk intensief gebruikt is. En hoe het er echt ook vol wordt. Ik krijg nu al mailtjes van mensen die zeggen van, het is wel erg vol, dat Kralingse Bos, kan je er niet wat aan doen. Ja, iedereen wil natuurlijk naar buiten. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat dit soort plannen iets gaan brengen voor de stad. Het lastige is alleen dat als je natuurlijk een huis bouwt, dan stop je er geld in en dan weet je ongeveer hoeveel het waard wordt en na zoveel tijd kan je het verkopen of whatever. Het geld wat wij hier instoppen als stad, dat is niet zo direct, komt dat terug. Maar het zit wel in heel veel, het geeft wel heel veel effecten en het komt wel op heel veel andere plekken terug. Het geeft natuurlijk meer ruimte voor de mensen om te bewegen. Het geeft een betere gezondheid daarmee. Het lokt investeringen uit van ontwikkelaars, van ondernemers om cafeetjes te openen en dergelijke. Het nodigt uit tot sporten. Het nodigt tot heel veel dingen uit. En dat is ook precies de reden waarom het gemeentebestuur nu heeft besloten om deze 7 plannen ook echt onderdeel te laten zijn van het crisis- en herstelprogramma. Wat wij nu ingaan om Rotterdam natuurlijk sterker door die crisis heen te krijgen. En bedenk wel, in de tijd van de crisis van 2008 zijn we ook aan het begin van die crisis begonnen met die binnenstad. En door die jaren heen daar aan doorgewerkt en je ziet wat het ons allemaal als stad heeft gebracht. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om dat er veel meer Rotterdammers kunnen gaan genieten van de investeringen die de stad nu doen. Dat ze meer kunnen gaan sporten, kunnen gaan bewegen en dergelijke.
En kan dat nu? Zijn we er nu? Hè? We hebben nu plannen. Nou, iedereen heeft wel gezegd, in plannen kun je niet leven. Hè, het zijn mooie dromen. Nee, er zijn inderdaad plannen. Maar we gaan nu wel een volgende periode in, de komende 4 tot 6 jaar, want dat is toch wel de periode waarin we een groot deel van deze plannen in ieder geval willen beginnen en een deel ook willen verwezenlijken. Maar dat kan natuurlijk alleen maar door in gesprek te blijven voor een deel, maar vooral ook het gesprek te verbreden naar veel meer stakeholders, bewoners, de Rotterdamse stadsmakers, om die plannen natuurlijk ook echt heel goed te gaan laten functioneren. Want je zal natuurlijk de pleinen of de parken moeten programmeren om te zorgen dat iedereen er kan komen. Je zult met partijen mensen eigenlijk moeten uitnodigen om te kijken of zij toch niet iets willen ontwikkelen daar. Dus dat is een heel proces waar wij de komende 2-3 jaar in ieder geval heel intensief mee bezig gaan. En dan hoop ik dat over 10 jaar we aan een volgende serie stadsprojecten kunnen gaan beginnen. Hartelijk dank.